misschien een 4 meenemen? Ja, moet. Zo, nee, met 4 puntjes. Essel, 4 puntjes. In welke klas zitten jullie nu? Eerste klas. Eerste klas. Ja, dus jullie komen net van de lagere school, zeg maar? Ja. En hoe was die? Heel saai. Leg eens uit. Elke dag hetzelfde. Ja. Gestructureerd werk je altijd. Ja, extra. Ja. Dat was wel ook even wennen hier op Agra. Dat je... Dylan, wacht even. Dat je zelf... Je bent gewend... om te wachten op een opdracht, maar nu moet je zelf ondernemen. Dat is wel even. Nee. Eerste deel. Hoeveel denk je nou dat je leert van internet en hoeveel van de leraar? Ik denk meeste van internet. Hoe? Ja, de leraar kan natuurlijk ook uit eigen ervaring praten en internet is ook niet altijd vertrouwd. Maar overal kun je beter op internet zoeken en dan 3 verschillende bronnen. Hassel, kijk, ligt dat... hier niet op. Dylan! Ja, ik zit te zoeken, man. En waarom van 3 verschillende bronnen? Omdat altijd eentje zal niet kloppen. Want je hebt ook, snap je, je hebt verschillende bronnen. Sommigen zeggen dat Zwarte Pieten uit Rusland komen, terwijl ze komen eigenlijk uit Turkije. De leerlingen voelen zich bevrijd van het klassikale eenrichtingsverkeer van hun lagere school. Maar op basisschool De School in Zandvoort zijn ze de kinderen hier al in tegemoet gekomen. Ik zeg wel heel vaak van wil je kinderen gelijke kansen bieden, dan moet je ze ongelijk onderwijs geven. Met andere woorden, school moet de thuissituatie en de sociale omgeving van kinderen kunnen compenseren. Er blijkt keer op keer uit onderzoek dat kinderen uit moeilijke omstandigheden zich minder goed ontwikkelen op school dan kinderen uit ideale omstandigheden. Dus ik trek daaruit de conclusie dat scholen onvoldoende in staat zijn om de achtergrond van kinderen te kunnen compenseren. Dus ik zoek naar een adaptieve schoolorganisatie, dat je dus kan, ja, wie past zich aan wie aan? En in mijn optiek is het niet alleen maar het kind dat zich aan de school moet aanpassen, maar vooral ook dat de school zich aan het kind en het gezin moet aanpassen. Dus je kunt daadwerkelijk door je school anders in te richten, kun je kinderen dus daadwerkelijk betere kansen geven. En dat is wat we natuurlijk willen.